Ik heb een goed gevoel over vandaag. Oeps, mijn schoenveter kwam weer los. Dat is al de derde keer. Misschien had ik schoenen met klittenband moeten kopen. Hoe dan ook, geen probleem. Oh, leef ik nog? Ja, mijn kleren. Dat is walgelijk. Hallo, Vieroog. Wat vind je van mijn nieuwe Bluetooth-speaker? Ga je omkleden, loser. Nerd Alex houdt van studeren. Was atleet Nel er maar niet. Alex is constant in een soort van problemen door deze koning van de troemschool. Hey boekenworm, ik heb het tegen jou, slimmerik. Hier is je opdracht voor vandaag. Maak mijn wiskundetest. Weet je, Neil, ik heb niet goed gestudeerd. Ik kan het niet. Misschien Mike vragen? Hij is een wiskundegenie. Heb je het over hem? Hij wilde me niet helpen. Dus wat zeg je ervan? Weet je wat, Neil? Denk je dat je hier de sterkste bent? Als je me nog één keer aanraakt, vouw ik je in tweeën als een notitieboekje. Doe de test zelf, begrepen? Volgende keer weet je wel beter dan met Alex te sollen. Ga naar het kluisje en denk aan mijn woorden. Alex, laten we vanavond naar de film gaan. Hey nerd, ben je doof? Luister goed. Als je me niet helpt met wiskunde... Gaat het? Kom uit het kluisje. Wat is er gebeurd, jongen? Anders stopt hij hem in de prullenbak. Net als die arme Mike. Wacht, zit er iemand in de prullenbak? Ja, ik weet niet eens hoe hij daarin past. Laten we hem helpen. Hey jongen, ben je oké? Het is hier gezellig en veilig. Misschien lees ik een boek of twee. We vinden het niet erg. Een vreemde kerel. Hij is geen prater. Zal ik je karate leren, zodat je je kunt verdedigen tegen deze Neil? Ja, graag. Het zou supercool zijn. We moeten onder vier ogen praten. Ontmoet me om 10 uur bij de opslagruimte. Misschien heeft meneer Warren zich vergist. Het is al 10 uur. Het is zover. Laten we gaan, mijn student. Iedereen denkt dat het gewoon een opslagruimte is. Maar het is eigenlijk een geheime lift naar mijn ondergrondse dojo. Alleen de uitverkorenen weten hoe ze daar moeten komen. Ik onthul dit geheim aan jullie. Je weet nooit wat je kunt verwachten van een gewone schoolconciërge. Alex kan nog steeds niet geloven dat meneer Warren een echte Material Artsmeester is. Maak je klaar. Ik zal je alles leren wat ik weet. Je komt die deur uit als een heel ander persoon. Ja, wow, ongelooflijk. De deur gaat eigenlijk automatisch open. Ik hoop dat niemand ons gezien heeft. Hoe lang duurt de rit? Geduld, mijn jonge padawan. Oké. Als Alex meer spionagefilms zou kijken, zou hij weten dat geheime liften altijd heel, heel, heel lang duren om naar beneden te gaan. Sensei, zijn we er nu? Ja, het is tijd om met onze training te beginnen. Eindelijk! Wow, welkom in mijn nederige Material Arts Tempel. Woon je hier? Ik woon, train en mediteer hier. Ik ben de houder van zeer oude kennis, dus ik moet weten hoe me te verbergen. Ooit was ik net als jij. Op school lachte iedereen me uit vanwege mijn beugel en noemde me een nerd. Oh, en wat is dat? Eens bonden klasgenoten me vast aan een boom met mijn eigen beugel. Ik ben blij dat ik geen tandproblemen heb. Hey Sensei, gaan we trainen met deze nunchucks? Hè? Alles heeft zijn tijd. Begin hiermee. Nu trainen. En, wat moet ik doen? Wat denk je? Maak het nat en dweil de vloer hier. Je kan niet trainen in een vuile dojo. Je hebt daar een plek gemist. Ga door, ik hou je in de gaten. Oké, meester, ik zal je niet teleurstellen. Misschien gebruikt hij me? Ik kan je horen. Dus je denkt dat je klaar bent? Laten we het controleren. Zeg me na. Oké. Laten we eenvoudig beginnen. Ik zal je behendigheid testen. Oké, ik kan. Ik ben lenig. Au. Dit is slecht. Je beweegt als een bange eekhoorn. Je bewegingen moeten vloeiend zijn als water. Begrepen? Neem een vechthouding aan. Klaar? Ontwijk dan. Wow, yikes. Ja. Hey, het lijkt erop dat ik het krijg. Daar gaan we. Je deed het best goed. Goed gedaan. Charlotte, breng de emmers hier. Ik ben ermee bezig, Sensei.
Arigato. Je kunt gaan. Oh-oh. 999.000? Kom op, Alex. Doorgaan. Waarom is het hier zo warm? Charlotte, we hebben een ventilator nodig. Ik ben hier, leraar. Alsjeblieft. Poeh, ik werd bijna gebakken. Waarom stopte je? Voel de emmer. Je moet je hele lichaam gebruiken. Span al je spieren aan. Ja, meester. Ik zal het proberen. 1, 2. Ik denk dat ik het snap. Ja, het is je gelukt. High five. Ik bedoel, je bent wel ver gekomen, mijn leerling. Oh, hier komt de schoolbel. Je hebt het recht verdiend om deze ninja-kus te bezitten. Echt? Hoera. Bedankt, meester. Veel geluk, Alex. Nu zal ik deze atleet nieuw tonen dat nerds geen grap zijn. Woeps. Ik ben te laat voor de les. Ik denk dat ik alle juiste antwoorden weet. Het is goed dat ik me voorbereid heb op de test. Hey nerd. Auw. Wat is dit? Hey? Hoor je me? Vang. Alweer? Dus je hebt antwoorden nodig. 3-punter. Kon je het niet gewoon vragen? Ik gooi gewoon graag iets naar je toe. Oké, ik ga zo hard falen dat je van school wordt gestuurd als de slechtste leerling in de geschiedenis. Alsjeblieft. Goed gedaan, nerd. Zie je wel, ik hoef niets te doen in de klas. Wat is dat, slimmerik? Ik heb een onvoldoende voor de toets. Ik weet niet hoe het gebeurd is. Zelfs ik kan zien dat er geen enkel goed antwoord is. Heb je een grap met me uitgehaald? Nieuw, het was niet opzettelijk. Dat is het, nerd. Alex, vangen! Auw, dat doet pijn. Goed gedaan, sensei. Dit is je einde. Bid tot je nerdgoden. Kom op, kom dichterbij. Wees niet verlegen. Laten we zien wie er wint. Haha, sensei, gooi me een dweil. Oh, goed idee. Het is jouw tijd om terug te betalen, atleet. Wie gaat dit gevecht winnen? Neil had duidelijk niet zoveel moed verwacht van een gewone nerd. Maar de atleet is niet zo makkelijk te verslaan. Ha, en wat ga je doen zonder je mop? Alex, de emmer. Je kan het. Hebbes, hoe vind je dat, Hercules? Probeer je mijn hand te verdrinken? Denk na, Alex, denk na. Precies, dit zou moeten werken. Neem het. Ha. Nou, je zal het zeker niet redden tot Dancing with the Stars. Help, mama. Weet je niet dat het gevaarlijk is om op een natte vloer te lopen? Wees voorzichtig de volgende keer. Je bent niet meer de koning van de school, Neil. Hey Alice, zei je iets? Alex, hoi. Wil je naar de cafetaria gaan? Ja, natuurlijk. Wat was dat? Goed gedaan, Alex. Je bent een waardige student. Let op jezelf, jongeman. Ik ben hier aan het werk. Ah, niet weer een natte vloer. Rare jongen. Wat een dag. Ik kan eindelijk rusten. Cool, wat een geweldige shampoo. Misschien moet ik er een kopen. Hoewel het waarschijnlijk een fortuin kost. Alex, laat me je feliciteren met je overwinning. High five, kerel. Het was cool. Er is niets anders dan reclame op tv. Waar heb je het over? Ik weet waar we naar kunnen kijken. Er is een geweldig kanaal. Het heet Troom. Heb je er ooit van gehoord? Ik heb hier wat snacks. Help jezelf. Waarom heb ik dit kanaal niet eerder gezien? Dit is de ontdekking van de eeuw. Kijk wat er nu gaat gebeuren. Ik kan niet verliezen van deze kerel. Ik ben de nummer 1 op de server. Hij moet cheats gebruiken. Wat een zwakke tegenstander heb ik deze keer. Ik ben een god in dit spel. Ik pik dit niet meer. Als ik je te pakken krijg, moet ik je een week genezen. Kom hier. Oh, wat is er aan de hand? Jij gluipert. Ik eis een rematch. Oh nee, kijk, daar is een gluipert. Wat? Echt niet? Hey, geef me mijn toetsenbord terug. Mijn rating ging naar beneden door deze kerel. En nu kan ik niet eens spelen. Oh, dat was een zware strijd. Zelfs ik kreeg honger. Jammer dat hij net geen snoep meer heeft.
Hey bro, ik heb geen eten meer. Wil je me iets brengen als een vriend? Tuurlijk, geen probleem. Hey, je bestelling is klaar. Haal het voordat het eten koud wordt. Ouch, dat is heet. Alex's computer oververhit zo erg dat je niet eens een pan en een fornuis nodig hebt. Hier, wat een coole monitor heb jij? Ik weet het, ik kocht het gisteren. Nou, doei. Moet je niet vergeten schoon te maken. Op zulke momenten belt Ethan natuurlijk de schoonmaakdienst. Dames, laten we het hier eens opruimen. Maak je geen zorgen. We zijn professionals in wat we doen. We zorgen er wel voor. In zo'n chic appartement moet je oppassen dat je niets kapot maakt. Maar deze meiden zijn duidelijk niet geïnteresseerd in lang en vervelend werk. Waarom kon ik de vlek er niet uitzoeken? Ik weet hoe ik deze hele puinhoop snel en efficiënt kan opruimen. Hey, wees voorzichtig. Wat ben je aan het doen? En maak je geen zorgen over de betaling. Hey, hoe zit het met mijn computer? En al het andere? Het is een soort beroving. Niet schoonmaken. Arme gamer Alex heeft het schoonmaken van zijn gameruimte ook veel te lang uitgesteld. Dat is een laag stof die je in verlaten huizen niet eens ziet. Dat is te veel. Dit gaat niet. Alex, met zijn bescheiden budget, kon niet eens aan de schoonmaakdienst denken. Dus hij moet met zijn eigen handen schoonmaken. Dat is verschrikkelijk. Hoe lang is het geleden dat ik hier heb schoongemaakt? Het is alsof ik in een hol van een ork ben. En wat is dat geluid? Is duidelijk geen koeler. Ah, help me! Nog maar één ronde te rijden tot de finish. Auw! Goede oude vrienden besloten om samen wat videospelletjes te spelen. Hey, waarom werk je niet? Hey Alex, waarom ben je zo nerveus? Mijn gamepad hapert. Natuurlijk werkt het niet, het is maar een stuk karton. Hey, dat is niet eerlijk. Je verslaat me alleen omdat ik niets heb om mee te spelen. Wees niet zo'n slechte verliezer. Waarom schaam je je niet om tegen mij te spelen met zo'n coole controller? Wat als? Hey, schuif eens op. Laat me erdoor. Ik had het bijna gehaald. Het lijkt erop dat Alex trek heeft in Franse gebakjes. Of dat hij weer een gek idee heeft. Nu zullen we zien wie de volgende ronde wint. Heeft Alex besloten om de croissant als een spelgadget te gebruiken? Ik sluit je gewoon aan op een draad en voilà! Ethan, kijk eens naar mijn nieuwe exclusieve Franse gamepad. Dit is een soort van voedselbespotting. Wat is er nu weer mis mee? Waarom werkt dit ook niet? Je kunt alleen een bakkersimulator spelen met deze gadget. Alex, wat ben je aan het doen? Oeps, ik heb het een beetje overdreven. Je ziet eruit als een bakmaniak. Wil je een stukje? Ja, dat wil ik. Oh, dat is heerlijk. Ik heb je eindelijk. Deze systeemeenheid moet een wonder van technologie zijn. Het is het mooiste ding dat ik ooit gezien heb. Een vervent gamer als Ethan moet alleen de krachtigste en, natuurlijk, duurste apparaat hebben. Nu is het tijd om je aan te sluiten. Oké, draad hier en hier aansluiten. Het belangrijkste is dat we niets vergeten. In de laatste hand, laten we eens kijken hoe je werkt. Dat is een hoop kracht. De ventilatoren zijn zo sterk dat ze zelfs alles op hun pad wegblazen. Dit monster verbruikt natuurlijk ook veel energie. Wow, zelfs de lichten gingen uit. Het is geweldig. Ik vind het nu al geweldig. Het is toch saai om alleen te spelen? Hallo, Alex. Heb je zin om samen te spelen in deze nieuwe online races? Natuurlijk wil ik dat. Ga even mijn computer aanzetten. Behalve op oudere computers helaas. Dan moet je soms lang naar het laadscherm kijken. Het is zo saai om te wachten. Nog steeds niet? Kom op, laden. Je kunt het. Werken. Schat, kom op. Jammer dat er geen manier is om dit proces te beïnvloeden. Bijna. Nog een klein beetje. Ja, eindelijk. Hallo, ik ben in het spel. Ik wacht daar op je. Kleindochter, maak je klaar. We staan op het punt om een oude vriend wat warmte te geven. Ga hem halen. Opa, wat weet jij er nou van? Zo, ik ga naar de middenbaan. Dat is raar. De knoppen op het toetsenbord vallen eraf. Wacht, ik heb een probleem hier.
Waarom heb ik verloren? Oeps, de woede van de gamers laat de techniek er vaak onder lijden. Ja, dit toetsenbord is niets anders dan problemen. Het is tijd om over te schakelen naar een nieuw platform. Hallo, is dit de elektronica winkel? Breng me de beste console die je hebt. Ik heb deze rommel niet meer nodig. Ethan heeft geen reden om zich te ergeren aan een kapot toetsenbord, want hij kan een heleboel nieuwe kopen. Maar hij heeft het niet nodig, want hij bestelt liever het nieuwste model van de console. Geweldig! Hier! Het is prachtig! Hey, wat vind je van mijn nieuwe console? Zie je de prijs? Er zijn er maar 4 van gemaakt in de wereld. Ik ben in voor een avondje gamen. Wat een geluk dat ik het nieuwste model console voor zo'n lage prijs kan krijgen. Hier is het dan. Het lang verwacht... Wacht, wat is dit in hemelsnaam? Ik snap het niet. Ben ik bedrogen? Het tweede en derde model? En waarom heb ik 2 oude consoles nodig? Waar heb ik toch al mijn geld aan uitgegeven? Ik ben een beetje moe. Ik heb zo'n lekker dutje gedaan. Wow! Waar heb ik zo'n dure computer vandaan? Wat een monitor! Hey, hoe ben ik hier binnengekomen? Ik kan er niet uit! Ah! Hey iedereen, ik ben het weer! Golden Ethan, bedankt voor jullie support. Dankzij jullie heb ik vandaag 2 miljoen abonnees. Ik ben bijna een professional in dit spel. Oh, het spijt me. Ik denk dat ik mijn stem kwijt ben. Een professionele microfoon zal dit probleem oplossen. Zo, waar was ik? Oh ja, ik ben nummer 1 in elk spel. Oh, ik werd afgeleid. En waarom is er geen signaal? Arme Alex moest met zijn eigen handen niet alleen de systeemeenheid bouwen, maar alles in het algemeen. Zelfs de telefoon. Ja, dit is Alex. Wat zeg je nu? Nee, ik ben niet geïnteresseerd in stofzuigers met korting. Tot ziens. Geldgebrek weerhoudt Alex er niet van om van games te genieten. Hij doet zelfs aan livestreaming. Nou, ik heb bijna een signaal. Geweldig, ik kan beginnen. Hallo, kun je me horen? Hey, waarom zit ik weer in de wedstrijd met die rijke streamer? Ik ben het zat om van hem te verliezen. We zitten midden in de voorbereiding voor een zeer speciale missie. Hey, wat is er mis met de verbinding? Het lijkt erop dat het wordt vervormd door een soort van high-powered signaal. Het zijn waarschijnlijk vijandelijke agenten. Laten we het uitzoeken. Wie is die kerel? Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Ik kan het niet uitzetten. Kom op, laten we een stukje kijken. De eigenaar van deze kamer is een echte geluksvogel. Ik wou dat ik hier woonde. Wat een gave geluidskwaliteit. En wat is dit? Wow, vals spelen. Ik zou moeten proberen om met hen te spelen. Oh nee, een sirene. Het is niet eerlijk om cheats te gebruiken. De politie kan je er zelfs voor arresteren. Maar niet als je er een cheat tegen hebt. Blijf waar je bent. Ik denk dat het allemaal duidelijk is. Oeh, dat was op het nippertje. Vals alarm. Nu kan ik in alle rust van het spel genieten en me oppermachtig voelen. Nog een spiekbriefje. Ook voor geld? Nu hoef ik niet te doneren. Ik kan het niet geloven. Het was voor echt geld. Nu ben ik rijk. Waarom duurt het zo lang? Open het nu al. Ik krijg het slot niet open. Probeer onze speciale combinatie. Die hebben we speciaal voor dit soort gevallen ontwikkeld. Het werkt niet. Agenten, rennen! Mag ik je voorstellen, het criminele duo Ongrijpbare Wasberen. Deze jongens zijn altijd snel en stil. Maar deze keer worden ze gevolgd door de beste politieagent van Troom City. Alan Rogers. Je kunt niet van me wegkomen. Ik weet een andere weg. Haast je, Alex. Laten we de lift nemen. Jij ijzeren schildpad. We hebben geen tijd. Het is hier. Oh nee. Het is allemaal jouw schuld, Ethan. Nu gaan we naar de gevangenis. Wie van jullie moet ik kiezen? Jij niet. Jij niet. Zeker niet. Jij in een geruit shirt. Ik? Ja, je staat onder arrest. Oh nee. Waarom ik weer? Chop, chop, jongen. Doe je sjaals af. Nou goed. Maak me niet boos, Scott. Dit is mijn kenmerkende stijl. Oké, ik doe ze uit. En ze worden bandana's genoemd.
te oordelen naar Ethan's spullen, is hij nieuw in het vak. Wow, meneer Alex Stone is al lang bekend in bepaalde dievengemeenschappen. In de loop van zijn professionele carrière heeft deze man een aanzienlijk fortuin verdiend. Oké, de show is voorbij, Ethan. Opzij en laat me met Mr. Stone praten. Nou, hallo Rogers. Is mijn jumpsuit klaar? Natuurlijk, vanmorgen afgeleverd. Zo'n rijke man als Alex heeft speciale privileges, zelfs in de gevangenis. Heeft het stinkdier hem al aan? Terwijl blutte Ethan naar de armste cel van de stad gaat. Sta stil, meisje. Zal niet doen. De man in het blauwe shirt. Ook niet. En je hebt geen gelijk. Volgende. En jij zal werken. Ik kies jou als mijn directeur. Ha, pak aan. Ik ben de beste. Ik verveel me. Ik weet wat ik moet doen. Het is tijd om een nieuwe vlog te filmen. Hallo abonnees. Welkom in de gevangenis voor de rijken. Kijk naar mijn gouden sculptuur. En dit is mijn minikopie hiervan. Cool, is het niet? Wat vind je van dit gouden decor? Hoe meer goud, hoe beter. Oh, wat is die warm? En wat doe ik in dit geval? Ik roep mijn kleine man met een ventilator. Zeg hallo tegen mijn volgelingen. Hé, niet stoppen. Ja, Ethan's gevangeniscel laat veel te wensen over. Is het lunchtijd? Ik vergat dat ik geen horloge heb. Oh, saai. Ik heb een idee. Laten we eens kijken wat we hier hebben. Ja, dit zal het doen. Hallo, mijn beste kijkers. Wie jullie ook zijn. Nou, laten we een kleine kamertour voor je regelen. Dus dit is mijn bord voor kakkerlakken. En dat is mijn boek. Oh, ik heb je. Hier is mijn deur. Het slot is kapot, maar je kunt er nog steeds niet uit. Er zijn bewakers. Nu ga ik je iets speciaals laten zien. Het is een kippenbotje. Het geven ze ons maar één keer per jaar. Dat is de cel. Er is niet veel vermaak, maar ik klaag niet, want ik heb deze pijp, weet je? Volgens de regels van de armengevangenis kon Ethan geen apparaat te gebruiken, ook al had hij ze. Maar niemand had het over de bewakingscamera. Wat is hij aan het doen? Daar moet ik iets aan doen. Ethan, wat doe jij hier? Wil je zonder eten achtergelaten worden? Wel, ik heb een beter idee. Het zijn niet alleen gevangenen die zich vervelen. Het lijkt erop dat meneer Rogers ook besloten heeft om het bloggen te proberen. Abonneer je op ons kanaal. Ik, Alex Stone, Dupu. Alan Rogers, mijn persoonlijke bewaker. Vandaag is een speciale dag in de rijke gevangenis. Dief Alex Stone is jarig. Oh. Waar is meneer Stone? Daar ben je. Ik heb trouwens een taart voor je meegenomen. Je was zo druk bezig met je tunnel dat je me niet eens opmerkte toen ik binnenkwam. Doe tenminste een wens. Sorry, Rogers. Ik wil een vervroegde vrijlating voor voorbeeldig gedrag. Gedaan. Gelukkige verjaardag, meneer Stone. En als cadeau ga ik een tunnel voor je graven. Schiet op, doe het sneller. Maar er zijn geen verjaardagsgroeten voor arme Ethan. Ik ben verdrietig. Taart? Voor mij? Dank je. Oh, het is gemaakt van aarde. Ja, gelukkige verjaardag, celmaat. Het is jouw beurt om te graven. Dit is de ergste verjaardag van mijn leven. Ik kan niet eens een cadeautje voor mezelf stelen. Chop chop, jarige. De tunnel is jouw cadeau. Laat me eruit. Nu meteen. Ik ben rijk. Ik zal klagen. Ja, schat. Nog 5 jaar en ik zal thuis zijn. Wat ben ik aan het doen? Nou, gewoon een bad nemen. Meneer Stone, ben je gek geworden? Laat me nooit meer zo schrikken. Ik heb net een eend voor je meegebracht. En nu mijn badkamer uit. Ja, ik ben hier. De eenden. Dat is wat ik miste. Wow. Wacht even, schat. Oh nou, wat wil je, Ellen? Ik heb iets anders voor je. Dit is een gouden badbom. Hihihi. Je weet hoe je moet amuseren. Geef me nu nog een drankje. Haast je. Arme Ethan kan alleen maar dromen van zo'n luxueus bad met aromatische oliën. Zoals dat van rijke meneer Stone. Nou, waarom zit je daar nog? Je deel van het water voor deze maand is op. Volgende. Ik wil vrij zijn. Vieze tralies. Waar is hij? Alan Rogers. Ik ben hier, meneer Stone. Dat zijn uw kleren. Neem je me in een maling? Ik draag het niet meer. Doe het weg. Nu. En zoek een nieuwe outfit voor me. Natuurlijk, meneer Stone. Zoals u wenst. Dus laat me die deze kleren voorstellen. Nummer 1 is een eenvoudige, maar zeer elegante optie. Nee, het is te eenvoudig. Ik ben een dief, geen popster. De volgende. Wat is dit? Tweedehands spul? En de bril?
Misschien ga je die zelf dragen. Ik weet wat je leuk zal vinden. Hier, deze jumpsuit is door Chris Teor zelf gemaakt. Dat kost toch wel wat? Waarom heb je het me niet meteen laten zien? Voor het laatst bewaard. Het is perfect. De laatste hand. Stijlvol blijven achter de tralies is niet goedkoop. Maar voor zo'n rijke man als Alex is dat geen probleem. Arme Ethan kan zich geen dure outfits veroorloven. Maar hij is nog steeds een dandy in hart en nieren. Meneer Rogers, mag ik een ander shirt? We dragen allemaal dezelfde kleren. Hier heb je het. Nu ben je anders. Cool, dankjewel. Wat een interessante kleurenmix. Geen enkele andere gevangene heeft zo'n ongewone t-shirt print. Kijk eens naar dit veelbelovende model. Het lijkt erop dat Ethan voor een carrière heeft gekozen na zijn vrijlating. Ik heb een idee. Laten we het proberen. Ja, bijna een halve kop koffie. Oh, wat een geweldige dag. Nou, deze kerel heeft niet veel nodig om gelukkig te zijn. Als een foto, dan alleen zoals deze. Vergeet je niet te abonneren. Wacht, mijn beurt. Help! Oh, wie hou ik voor de gek? Het is hopeloos. Meneer Stone, mag ik een momentje? Nou, wat is er anders? Het is tijd voor het avondeten. Goed, heb je dat allemaal gekookt? Ja, alles is zoals je gevraagd hebt. De kip ruikt lekker. Is de kaviaar zout genoeg? Ja, het is perfect. Ik zal het nemen. Dank je, Rogers. Je bent vrij om te gaan. Bon appétit, meneer Stone. Iedereen is gelijk voor de wet. Behalve geldzakken als meneer Stone. Gerechten in een rijke gevangenis zijn altijd als van een koninklijke tafel. Het is koud. Eet het zelf op. Maar een cherrytomaat is lekker. Het leven is heerlijk. Het eten in een arme gevangenis zou nauwelijks geschikt zijn voor een criminele elite. Ik heb genoeg gehad. Kan deze pap ook niet meer eten. Ik wou dat ik een sappig kippenbotje had. Zo snel al? Dankjewel. Ik heb zo lang van je gedroomd, mijn lieve kip. Het lijkt erop dat Ethan's dromen nog steeds dromen zullen blijven. Wakker worden, jongen. Het eten is opgediend. Nou, honger kan je verschillende dingen laten zien. Dit lijkt er juist een cel te zijn. Is dat Alex Stone? Ik heb een levering voor hem. Niet zo snel. Ik moet eerst de rugzak controleren. Als het eten in een gevangenisrestaurant voor de rijken een saaie boel is, dan kunnen de rijke gevangenen een bestelling plaatsen. En directeur Rogers zal ervoor zorgen dat zijn VIP-gevangene zijn favoriete tractatie krijgt. Uw bestelling, meneer Stone? Chips? Moet ook voor u zijn. Dank u. Dus, hoe zit het met het geld? Dit is voor de bestelling plus de fooi voor de chips. Wow, u bent zo gul. Dank u, meneer Stone. Eet smakelijk. Bestel meer. Vanaf nu is hij mijn favoriete klant. Mijn deel. Nu. De uitgang is daar. Hey Scott, je hebt een bakje. Bedankt. Vers brood. Het is zo geurig en knapperig. Hey vriend, wil je delen? Breek het. Dat is een ijzerzaag. Ik ga hem gebruiken waar hij voor bedoeld is. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dat is gelukt. Laten we beginnen. Haha, wat vind je hiervan, directeur? Wat ben je aan het doen? Ik snij het brood. Hij is maar een groentje, weet je. Zie je? Zal het werken? Pak het en zaag. Dit is de bewezen manier. Zorgpakketten voor de armeren zijn geen restaurantbezorgingen. Oh, mijn ijzerzaag. Ik kan erbij. Oh, oké. Okay. La la la. Niemand zag iets. Er is opperrechter James Johnson zelf. Er is nieuw bewijs gevonden. Alex is een ordinaire oplichter. De rechtbank heeft bepaald dat hij moet worden overgebracht naar een arme gevangenis. Dat is het nieuws. De rijke Alex blijkt helemaal niet rijk te zijn. Deze luxe is niet voor jou. Moet ik dat? Kom maar binnen. Welkom in je nieuwe huis. Maar meneer Rogers? Oh nee, die zit hier ook in. Stone was helemaal niet klaar voor zo'n wending van gebeurtenissen. Hé, jij! Ik? Kom dichterbij zitten. Ik hoop dat hij me niet opeet. Zullen we spelen? Echt? Ik zou wel willen. Wow, bij de eerste poging. Mogen een rijke gevangenis luxe accommodatie hebben, maar het mist het meest waardevolle. Een echte vriend. Vond je onze video leuk? Geef hem dan een duimpje omhoog. Abonneer je op ons kanaal en vergeet niet op het belletje te klikken. Tot ziens!